Hartelijk welkom bij de Bijbelstudie over het raadsplan van God. We zijn gekomen bij hoofdstuk 5. En dan gaat het over de val van Adam en Eva in de tuin van Eden. Veel mensen denken dat de Bijbel een sprookjesboek is. Dat je dat boek niet al te serieus moet nemen. Het is een boek wat heel veel wordt aangevallen. En zeker in de tijd van nu van grote afval en ongeloof en misleiding. Als de mens zou beseffen dat de Bijbel de geschiedenis is van de mooiste schepping die God ooit heeft gemaakt, de mens, naar zijn beeld en gelijkenis. En hij komt tot het besef dat hij die mens is die God heeft gemaakt met één doel om eeuwig met hem te leven. Dan wordt het opeens belangrijk dat je die geschiedenis van die mens goed leert kennen. En daarom is deze studie zo ontzettend belangrijk. De val van Adam en Eva in de tuin van Eden heeft catastrofale gevolgen gehad voor vele, vele eeuwen van smart, ziekte en ellende tot op de huidige dag. Maar God heeft zijn schepping niet aan hun lot overgelaten. Hij heeft het kostbaarste wat hij bezit, zijn zoon, gegeven om de zonden van Adam en Eva te herstellen. 2000 jaar geleden ging de gezalfde koning van Israël met een kruis op zijn rug de weg naar Calvary. Nadat hij zich door de heidenen, door de Romeinen, hij was overgeleverd door de Joden, om vernederd te worden, bespuwd te worden, gegezeld te worden, een doornenkroon op zijn hoofd gezet en toen een kruis op zijn schouders gelegd. Die de zonde voorstellen van de schepping mens en van zijn volk Israël. Die boodschap staat in de Bijbel. En het is mijn taak als evangelist voor het verloren huis van Israël om die boodschap bij mijn volk thuis te brengen. En daarom hoop en bid ik dat u, kijker en luisteraar, ernstig zal nadenken bij het beluisteren en zelf onderzoek te doen naar deze prachtige studie die voor ons een nieuwe toekomst en een nieuwe horizon geeft. Want de gezalde koning van Israël zal terugkeren om alles te herstellen. Maar we moeten eerst goed de geschiedenis van ons mensen kennen. Wie zijn wij, blanke Noordwest-Europeanen? Wie zijn wij? Dat is de vraag. Ons verhaal begint in Genesis hoofdstuk 2, de vers 16 en 17. En dan komen we ook uit bij hoofdstuk 3, vers 15. En de Heere God legde de mens, dus de Adamiet, het gebod op. Dubbele punt. Van alle bomen in het hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Adam en Eva waren naar het beeld van God geschapen. Met één doel om eeuwig te leven. En God waarschuwt hen dat als ze ongehoorzaam zouden zijn, dat ze zouden sterven. En dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 15, nadat Eva gezondigd heeft tegen haar en tegen de slang Nachas. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad, de sperma, en haar zaad. En dit zaad zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Duizenden jaren van strijd is achter onze rug. Nog een korte tijd,
dan keert die koning terug. Want daar wordt over gesproken. Dat zaad die de kop vermorzeld heeft van Satan op Golgotha. Adams val was een zeer tragische en onnodige gebeurtenis. Satan heeft het voor elkaar gekregen om Adam en Eva te laten zondigen. Met rampspoed als gevolg. Adam en Eva zijn van God vervreemd geraakt. Adam heeft zijn heerschappij verloren en aan Satan afgestaan. Wat ook wij vandaag aan de dag nog steeds doen. We dienen met hartelust de Satan. Niet God, maar Satan. Met alle gevolgen van dien. Hij, de mens, is een slaaf van zonde geworden. En de heerser is dienstknecht geworden. Men praat vandaag de dag over vrijheid en democratie. Maar ze zijn slaaf van de tegenstander van God geworden. Terwijl ze heerser hadden kunnen zijn. Dorens en distels hebben een opwachting gemaakt. En Satan is begonnen om de aarde te vullen met zijn beeld. En met goddeloosheid. Voor de eerste maal heeft zonde, ziekte, dood, pijn, verdriet en mislukking hun opwachting op aarde gemaakt. Machten zijn op aarde vrijgelaten die op dat stadium ongekend waren. De wezens van de aarde zijn opstandig geworden. U weet het wel, die nefeswezens waar ik in de vorige opname heb gesproken. Adam en Eva zijn uit de tuin van Eden en van Gods aanwezigheid verwijderd. De aarde heeft hun opbrengst niet meer gewillig gegeven. De mens zou de volgende 6000 jaar in een worstel- en overwinningsstrijd gewikkeld zijn. Het zou nu ook niet meer zo gemakkelijk zijn om een goede verhouding met God te onderhouden zoals dat was in de tuin van Eden. Ook is er een ander geslacht op aarde losgelaten, die met macht en vermenging op het spoor van het goede zaad zou blijven, die gereed zal staan om bij elke gelegenheid toe te slaan in een poging om het raadsplan van God proberen te verijdelen. De strijd om de aarde is begonnen. Het is een strijd tussen licht en duisternis. Satan tegen God. Het onkruid tegen het goede zaad. En zonden tegen gerechtigheid. De raad van God is door deze gebeurtenis verstoord en vertraagd. Maar geenszins verijdeld. God zou deze duisternis tot zijn voordeel aanwenden en een openbaring van zichzelf en zijn karakter geven, zoals hij nu nog nooit voorheen heeft gedaan. De Heere God zal aantonen dat, ten spijte van alles, hij nog steeds de teugels in handen heeft, dat hij zal ingrijpen en werken zoals hij dat nodig acht. Adams val kon niet verhinderen dat God zijn plan niet zou uitvoeren. Maar de aarde zou echter heel veel ellende kennen, voordat God alles weer zou herstellen zoals het oorspronkelijk was. In dit proces heeft Satan echter de hand aan zichzelf geslagen en daarmee zijn eigen lot bepaald. Hij en zijn nageslacht zullen op een dag finaal en voor eeuwig van het toneel verwijderd worden. Voorgoed zullen zij verdwijnen. Het drama van de eeuwen is in de tuin van Eden begonnen. Wat daar verkeerd gelopen is, heeft de totale gang van het mensdom bepaald. Als we niet begrijpen wat daar gebeurd is, zullen we de rest van de Bijbel niet begrijpen. We kijken nu naar die tuin van Eden. Genesis hoofdstuk 2 vers 8 tot 10. Voorts plantte de Heere een hof in Eden in het oosten. En hij plaatste daar de mens, die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomten uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten.
en de boom des levens in het midden van de hof, beneden is de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen en daar splitste zich in vier stromen. De naam Eden betekent verlustiging. De Griekse Septuagint-vertaling in het Oude Testament vertaalt het met paradijs, zoals wij dat kennen. In Ezechiël hoofdstuk 31 vers 9 en de versen 16 en 18 geeft ons het volgende weer. Schoon had ik hem gemaakt met zijn overvloed van takken. Alle bomen van Eden die in Gods hof stonden, benijden hem. Door het gedreun van zijn val deed ik de volkeren beven. Toen ik hem deed neerdalen in het dodenrijk, bij hen die in de groeven zijn neergedaald. Maar in de onderwereld troosten zich alle bomen van Eden, de keur en de schoonste van de Libanon, alle waterdrinkers. Aan wie onder de bomen van Eden zijt gij dan in heerlijkheid en grootheid gelijk? Met de bomen van Eden zult gij neergeworpen worden in de onderwereld, liggende te midden van onbesnedenen, bij hen die met het zwaard gedood zijn. Zo gaat het farao met zijn gehele mensenmenigte, luidt het woord van de Heere, Heere. We lezen ook Joël hoofdstuk 2 vers 3. Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam. Als de hof van Eden is het land voor hem en achter hem is het de woeste wildernis. En ook is er aan hem niet te ontkomen. In Ezechiël 28 vers 13 leren wij hoe Satan er eerst heeft uitgezien. In Eden waart gij Gods hof, allerhanden edelstenen overdekte u. Rode jaspis, chrysoliet en parsum, turskooi, cycropraat, nefrit, lazuursteen, hematiet, malachiet. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Het Hebreeuwse woord voor paradijs, namelijk pardes, wordt met park vertaald in Hooglied 4 vers 13, Prediker 2 vers 5 en Nehemia 2 vers 8. Dit woord heeft een specifieke oorsprong en betekent in het Perzisch ommuring en lusthof. Het is voorwaar een wonderlijke plaats om te vertoeven. Voor de goede orde moeten we onderscheid maken tussen de tuin van Eden, van Lucifer, van Ezechiël 28 vers 11, Jeremia 4 vers 23 tot 26, en die van Adam, die als paradijs wordt aangewezen. Het Adamitische of Arische ras is in Eden ontstaan, maar waar lag Eden precies? Genesis 2 vers 10 tot 14 zegt het volgende. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen en daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om het gehele land Shavila, waar het goud is. Het goud van het land is goed. Daar is de balsamhars en de steen Cycropas. De naam van de tweede rivier is Grison. En deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris. En deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. Nu komen slimme vaktheologen die beweren dat het paradijs ligt tussen de Tigris en de Eufraat. Maar dat kan onmogelijk waar zijn, want de huidige landstreken voldoen niet aan wat er in de schrift staat geschreven. Want de Tigris en de Eufraat hebben geen gemeenschappelijke oorsprong en bestaan geen bron of water waarin hij in vieren is gedeeld of zijn ontsproot. Wat men op de huidige landkaarten ziet is het volgende. Wel komen zij bij elkaar als twee rivieren die naar zee stromen, maar dan missen we de andere twee rivieren. Elke goede landkaart kan u dit tonen. Maar er wordt gesproken van de rivier die uit Eden uitgaat en zich verdeelt in vier stromen.
Als wij de Bijbel als gezaghebbend aanvaarden, wordt het onze plicht om naar een groep rivieren te gaan zoeken waaruit een bron vooruitspruit. Zo'n plaats waar vier rivieren uit één bron voorkomen, vinden wij op het Pamir-plateau in Centraal-Azië. De enige plaats waar dit gebeurt en precies zoals Genesis het ons meedeelt, is te vinden in het gebied van Centraal-Azië, tussen de Tian Shan bergen in het noorden en de Hindu Kush in het zuiden. Vanuit die meren op dit plateau vloeien de vier volgende rivieren op uit. De Indus, de Jarsardes, de Oxus, de Tarim. De Oxus wordt steeds Gidon of Dilgun genoemd door de bewoners. De Siltral-tak van de Indus stemt dus overeen met de beschrijving van de Pison. En de Jarsardes is de oorspronkelijke Eufraat en de Tarim die oostwaarts vloeit in de Hidekel. Professor S.H. Bochman zegt in zijn boek The World and the Book dat het bovengenoemde plateau het beste aan de geografische beantwoord, zoals uitgebeeld in het eerste hoofdstuk van Genesis, waar hier wordt goud, edelstenen en Bidelhim aangetroffen. Dit is de plaats op aarde waar sprake is, waar de rivieren die uit één bron voorkomen bij elkaar komen. Sir Katsen Maspero, de gewezen directeur-generaal van de Egyptische oudheden, identificeert ook in zijn boek In de authenticiteit van de historie of de Orientis het Pamir-plateau als de plaats waar de tuin van Eden gelegen heeft. Dit plateau was een hoog bergachtige, rechthoekig en uitgestrekt plateau, zo hoog gelegen dat dit zou doen voorkomen alsof dit tussen hemel en aarde hangt. Vanuit daaruit heeft een sterke rivier gevloeid die zichzelf in vier verdeelde en heeft zich over de omliggende landen heeft verspreid. Het was dus de navelstreng van de wereld en de wieg van het mensdom. Volgens professor Reno beschouwen de bevolkingen van Azië dit Pamir-plateau als het middelpunt van de aarde, waar de tuin van Eden of het paradijs gelegen was. Hij zegt, alles duidt erop dat de tuin van Eden van de Semieten of Aziërs in die bergstreek van Berlutach moest liggen, waar de reeks samensmeltingen met de Himalaya's van het Pamir-plateau. Dit plateau ziet er vandaag anders uit dan 7000 jaar geleden. Het gehele Azië was toen lager gelegen dan dat van vandaag. Een grote binnenlandse zee heeft de steppen van dit zuidelijke Syrië bedekt. De Kaspische Zee en de Arale Zee zijn hier de overblijfselen van. Door al deze aanwijzingen in dat noordelijke Siberië blijkt dat daar een Semitisch klimaat heeft geheerst. Nee, een semi-tropisch klimaat. Ik ben altijd zo bezig met Semieten dat je dat makkelijk leest terwijl het er niet staat. Je ziet het, je moet zo ontzettend goed opletten, ook bij het lesgeven. Ik lees het nog een keer. Door al deze aanwijzingen in dat noordelijke Siberië blijkt dat daar een semi-tropisch klimaat heeft geheerst en dat daar de ideale klimaatomstandigheden op dit Pamir-plateau geheerst heeft. Dit plateau heeft een unieke plaats bekleed. Dit werd de dak van de wereld genoemd en de waterschuur van Azië gevormd. Dit plateau is heden 15.000 voet boven de zijspiegel gelegen. Daarboven komen de bergtoppen die nog eens 10.000 voet hoger doen reizen. Slechts dit Pamir-plateau beantwoordt aan de geografische aanwijzing zoals deze in Genesis 2 vers 10 weergegeven wordt. Geen andere plaats in Azië beantwoordt aan deze beschrijving en al de bewoners van Azië beschouwen dat als verboden Pamir, als de plaats van de oorspronkelijk paradijs. Heden wordt dit plateau niet meer bewoond, dat meer als 15.000 voet boven de zeespiegel ligt.
Het maakt het leven hier onmogelijk. Deze vierkantachtige aarde van ongeveer 180 bij 180 mijl vormt een lege, mysterieuze plek op de kaart van Azië. Heeft God dit misschien zo beschikt, tot hij de tuin van Eden zou herstellen? Met een vraagteken. We kijken alles nog eens een keer na op een rijtje. Neem de Oxus, dat is Gizon, de Tamir is de Hitdikkel, en Jarkartus is de Eufraat en Indus is Pison. Dit brengt ons bij een landstreek met de naam Pamirplateau. Pamir betekent land van valleien. Dus een hoog land met veel valleien. En dit deel was de grote wateren voorraadschuur van geheel Azië. Dus het oorspronkelijke paradijs moet op dit Pamirplateau gelegen hebben. Want alleen deze plaats voldoet aan de beschrijving van de schrift. En nadat Adam uit het paradijs is gezet, is hij naar het oosten gevlucht, naar een gebied in China. Een Tamir-valleigebied. Een gebied van 6000 mijl lengte en 500 mijl in de breedte. 1600 kilometer bij 800 kilometer. Een geweldig stuk land. Zeer vruchtbaar gebied. En in dit Tamir-gebied is het nageslacht van Adam verder ontwikkeld, gegroeid. Zij zijn daar gebleven tot aan de zonvloed. In dit gebied heeft God zijn letterlijk beeld voortgeplant als we naar de aarde van die tijd kijken. Eén belangrijke opmerking. Bij het woord aarde moet men goed acht geven in welke context wij dit lezen. Wijst dit woord naar de aarde, naar de aardbol, zoals wij dit vandaag kennen, of wijst de term aarde in de schrift naar een specifieke bewoonde plaats? Men moet goed bedenken en de volgende vraag stellen: om wie bekommert God zich? Alleen over het nageslacht van Adam en van Abraham. Bij hem zien we nog een scherper uitgezochte lijn, maar daar later meer over. Het gaat over een perfecte harmonie. Adam en Eva hebben in een perfecte harmonie met God, met elkaar en de schepping geleefd. Dat vinden wij in Genesis 3 vers 8. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in het hof wandelden. God heeft hen geregeld bezocht zoals een vader zijn kinderen bezoekt. Zij bezaten een fysiek en geestelijk leven. Zij bezaten de heerschappij over de gehele aarde, als ook het groeiende inzicht in de wil en wet van God. Zij hebben geweten dat ze gestraft zouden worden bij overtredingen en beloond als zij het goed deden. Zij waren godenbewust en onschuldig met een natuurlijke geaardheid die gekenmerkt is door liefde, blijdschap en vrede. Langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, nederigheid en zelfbeheersing. Dit komen we later terug in de vrucht van de Heilige Geest. Zij konden keuzes maken, hun gebied regeren en beschermen tegen indringers. Zij hebben het vooruitzicht gehad van nog grotere heerlijkheid indien zij in Gods toets zouden slagen. Hun heerschappij en scheppingsvermogen zou naar de planeten, sterren, ja zelfs het gehele heelal uitbreiden. Moet nagaan wat een geweldig plan God voorhad met zijn schepping mens. Adam was een miniatuur van God. Een zoon van God, zo staat het in Lucas 3 vers 38. Geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Hij was onbedorven, vrij van smet, zondige, begeerte, valsheid en alle vormen van boosheid. Hij was het hoogst intellect en geestelijk actief. Zijn geest en ziel verkeerden in een verheerlijke toestand en hij kon de vreugde van zijn toestand ten volste genieten. Hij had macht over Satan, zijn engelen en de wezens van de aarde. Dus die volkeren die ons nou zo tegenstaan.
Hij kon succesvol over hen heersen en aan God trouw blijven, indien hij het zo verkoos. Hij kon van dit alles ten volste genieten, behalve van de verboden boom. Niets anders wat hij deed, zou hij kunnen doen zonder te zondigen. God zou met de tijd meer van zijn wet aan Adam geopenbaard hebben. Maar op dat stadium was daar maar één wet om aan te gehoorzamen. En die wet was: daarvan zult gij niet eten. Adam leefde in het koninkrijk van God. Alles in die toestand was volmaakt. De prachtige schoonheid van dit aardse koninkrijk kon alleen gemeten worden in de termen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die opgericht gaat worden met Jezus' komst. In deze prachtige en volmaakte omgeving hebben Adam en Eva in onschuld geleefd. Zij waren volmaakt en kenden geen zondige natuur. Zij zijn in onschuld geschapen en de wet van tegenstrijdigheid, volgens Romeinen 7 vers 15 tot 25, was daar niet aanwezig. Adam en Eva's lichamen waren volmaakt, gekleed met licht of de heerlijkheid van God. En zij schaamden zich niet voor hun naaktheid. Zij hadden onvergankelijkheid, zowel de heerlijkheid. Voor hun val waren zij het perfecte beeld of heerlijkheid van God. Zij waren niet onderworpen aan een gevallen natuur. Daarom konden zij eeuwig leven. Zij bezaten voorwaardelijke onvergankelijkheid. Het eeuwig leven was gebaseerd op hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God. Hun lichamen werden niet ouder. Voor hun val was hun bloed in een andere vorm dan dat heden het geval is. Bloed is gestold licht. Adam en Eva waren gekleed in het lichaam van licht. Daarom veranderde het lichaam niet. Pas na hun ongehoorzaamheid is zonden in hun bloed gekomen en dit licht of heerlijkheid is verdwenen. Romeinen 3 vers 23 leert ons, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dit is de oorzaak dat mensen hun bloed moeten laten nakijken om te bepalen wat zij mankeren. Zonde is de kiem geworden zoals de gerechtigheid in het bloed gedragen wordt en met de ziel verbonden is. Adam en Eva's bloed waren dragers van het licht, goddelijke heerlijkheid. Adam is geschapen met een volle, onbenadeelde verantwoordelijkheid, omdat er geen boze natuur in hem was. Allebei zijn zij geschapen met een neiging naar het goede en hebben de vrijheid van keuze ontvangen. Deze vrijheid was noodzakelijk zonder een keuze te maken om Gods geboden te gehoorzamen. Adam en Eva waren verantwoordelijk voor de geopenbaarde wil van God. Dat gedeelte van Gods waarheid was aan hen gegeven en waren de normen waar zij mee moesten leven. Zij waren niet verantwoordelijk voor wat zij niet gekend hebben van Gods raadsplan. Want in Deuteronomium 29, vers 29 leert ons: de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. God heeft hun beide bevel gegeven om volgens zijn geopenbaarde wil te leven. Waar zij niets van wisten, was buiten hun grenzen van hun verantwoordelijkheid. De soevereine wil behoort aan God alleen. De mens, een geschapen wezen, leeft door geloof in termen van de soevereine wil, zoals God dit openbaart. De wet was in Adams geweten geschreven. Hij is met onvergankelijkheid geschapen. Dit zou voortduren zolang hij niet van de boom van kennis en goed en kwaad zal eten. Hij kon kiezen tussen goed en kwaad. De boom van leven symboliseert gehoorzaamheid. Dit was de sleutel voor de mensverhouding met God en was tevens noodzakelijk om voor te leven in onvergankelijkheid. Adam heeft alleen kennis gedragen van wat goed is. Hij had geen zonde.
Gods, onze vaders bedoeling was dat Adam het lief zou hebben en hem vrijwillig zou dienen. Openbaring 4 vers 11 leert ons het volgende. Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het er en het werd geschapen. Deze tekst maakt duidelijk dat Adam vrijheid van keuze ontving, zodat hij tussen goed en kwaad kon kiezen. De lof en eer dat God bij Adam gezocht had, zou niet mogelijk zijn geweest als Adam een robotachtig wezen geweest was, zonder de vrijheid om keuze te kunnen maken. De vraag die gesteld mag worden, waarom God in de eerste plaats het kwaad geschapen heeft, de schrift is erg duidelijk waarom God het kwaad geschapen heeft. We lezen dat in Jesaja 45 vers 7. Die het licht formeert en de duisternis schept, die het heil bewerkt en het onheil schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Jesaja 54 vers 16. Zie, ik ben het die de smid geschapen heeft, welke de kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt. Maar ik ben ook die de verderver geschapen heeft om te vernielen. In 1 Samuel 16 vers 14. Maar van Saul was de geest des Heeren geweken en een boze geest die van de Heeren kwam, joeg hem angst aan. 2 Samuel 12 vers 11. Zo zegt de Heeren, zie, ik zal over u een kwaad doen komen uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naasten geven. Die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. Het is zeer redelijk om te aanvaarden, om te geloven dat God het kwaad geschapen heeft, zodat de mens een keuze kon maken. De vrijheid van de wil vereist altijd een keuze. Zonder de tegenwoordigheid van het kwaad zou er niet een keuze gemaakt kunnen worden. Kunnen wij de keuze maken zonder het bestaan van kwaad? Kunnen wij licht kennen zonder het contrast van duisternis? Kunnen we zoetigheid waarderen zonder bitterheid? Zouden we de schoonheid van de liefde kunnen zien zonder het concept van haat? Het bestaan van het kwaad is noodzakelijk, zodat de keuze van vrijheid tot zijn recht kon komen. God heeft op al deze mogelijkheden en op al deze prachtige wijze geprobeerd om Adam en Eva te beschermen. En heeft hem ook alle hulp toegezegd om hen te helpen, zodat zij eerder het goede konden kiezen dan het kwade. Adam kon van de boom des levens eten en voor altijd leven. Hij had de volledige heerschappij over de aarde ontvangen en kreeg de opdracht om de tuin te bewerken en te bewaken. Hij had de volle verantwoording over de vee, landbouw en van elke andere vertakking kennis gedragen. Hij was in staat om alle levende wezens, die andere volken buiten Israël, die door God geschapen waren, te klassificeren en aan hun namen te geven. Adam kende de wet van God zeer goed. Hij kende bijvoorbeeld de 10 geboden en al de andere wetten die noodzakelijk waren voor een goed bestuur van Gods schepping. Dit wordt bevestigd door het feit dat Abraham de wet van God gekend heeft. Dat lezen we in Genesis 18, vers 19. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren, door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heeren aan Abraham vervullen, wat hij over hem gesproken heeft. In Genesis 26, vers 5. Omdat Abraham naar mijn geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft, mijn geboden en mijn inzettingen en mijn wetten. Ook Noach heeft de wet gekend, bij namen met reine dieren om te offeren. In Genesis 8 vers 20 lezen wij, en Noach bouwde een altaar voor de Heere en nam van alle het reine vee en van al het kleine gevolgde en bracht brandoffers op het altaar. Adam en Eva
kende de volmaakte wet van God. In Psalm 19, vers 8. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De enige beperking die Adam en Eva van God kreeg was dat ze niet van de boom van kennis van goed en kwaad mochten eten. Op die dag dat zij daarvan zouden eten, zouden zij sterven. Dat staat in Genesis 2 vers 17. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Het feit dat de dood niet aanwezig was zonder overtreding van de wet, wordt bevestigd met het feit dat de zondige natuur in Adam en Eva ontbrak voor de val. Romeinen 5 vers 12 leert ons dat en bevestigt dat de dood door de zonden gekomen is. Paulus schrijft: daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle Adamieten doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Voordat de dood kwam, was er geen tegenstrijdige zondige natuur in Adam en Eva. God heeft Adam uitdrukkelijk gewaarschuwd wat de gevolgen zouden zijn als hij van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten. Zonden zou zijn intrede in de wereld doen en de dood zou de zonden op Adams gehele nageslacht gelegd worden. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, staat in vers 17 van het gelezen gedeelte in Romeinen. Adam heeft in Eva een wonderlijke helper en vennoot gehad. Zij was niet zijn hoofd geworden om over te heersen en ook niet zijn voeten dat hij op haar moest trappen, maar uit zijn zijde, om zijn gelijke te zijn, onder zijn armen, dat bij haar moest beschermen. En nabij zijn hart, om haar lief te hebben. Zij moesten elkaar aanvullen. Ze waren medewerkers voor God. Indien zij aan God gehoorzaamden, zou de doodzonde en de vloek nooit gekomen zijn. Er zou nooit ziekten, dood, pijn, mislukkingen, ouderdom, ongelukkigen zijn, dorens en distels in de ganse schepping zijn geweest. Maar hun liefde voor God moest examen afleggen. De reden waarom God de mens toetst. Adam en Eva waren vrije wezens toen zij geschapen werden met een vrije wil. Ze waren geen robots. Zij konden kiezen of keuzes maken. Maar de wil van de mens moest getoetst worden om te zien of hij met God zou kunnen samenwerken tot voordeel van allen. Iedereen met een vrije wil moet zijn wil reinigen om elke mogelijkheid om te vallen uit te sluiten, zodat daar een wederzijds vertrouwen tussen hem en God kan zijn. Zodoende zal er geen mogelijkheid aan de kant van de mens ontstaan dat hij Gods eeuwig plan op enig stadium in de toekomst kan dwarsbomen. Een vrije wil moet onder alle mogelijke omstandigheden geplaatst worden, zodat er geen mogelijke overtreding tegen het eeuwige plan van God op welk stadium in de toekomst zal zijn. God moest Adam testen, voordat hij de eeuwige verantwoordelijkheid op hem kon leggen, die hij voor hen in gedachten had. Iedereen heeft een vrije wil en moet volgens die lessen leren. God moet gehoorzaamd en gerespecteerd worden. Zijn wetten zijn perfect en rechtvaardig. Zonde loont niet en zal nooit geëxecuteerd worden. Gods vorm van regering is de enige correcte manier. Daarom staat de Nederlandse Israëlpartij
deze levenswijze voor. Vrijwillig onderwerping aan God, omdat wij hem lief hebben, is het grootste en eerbaarste beginsel van onze regering. Gerechtigheid en rechtvaardigheid moet aanwezig zijn, anders kan er geen gemeenschap ontstaan. Toewijding aan God tot voordeel van allen moet de aard en grootste voorrecht van de mens zijn. God is genadig en barmhartig. Hij zal de overtredingen vergeven aan hen die berouw tonen en geleerd hebben dat ongehoorzaamheid niet loont. God is de enige, absolute, rechtvaardige, perfecte wezen en de enige die waardig is en in staat is tot gezag, die nooit onder vraagtekens geplaatst kan en mag worden. Alle aantijgingen van rebellie tegen God zijn leugens. God doet alleen dingen die voordeel opleveren voor zijn gehele schepping. Als gevolg van zijn positie als schepper, als instandhouder en beschermer, moet hij erkend worden als de opperheerser van het heelal. Dit is de grondwet van de Nederlandse Israëlpartij. De twee bomen in de tuin. Veel is er al geschreven over de bomen in de tuin van Eden, wat ook de bomen van leven was. Dit was een symbool van gehoorzaamheid. Om daarvan te eten was om gehoorzaamheid te leven aan de morele wil en wet van de schepper. In Deuteronomium 8 vers 3. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u manna te eten, dat gij niet kendet. En dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Adam zou van de boom des levens gegeten hebben door gehoorzaamheid aan de bevelen van de schepping. Als gelovigen eten wij op dezelfde wijze van de boom des levens. Zo staat dat in Johannes 6, vers 33. En vers 35. Want dat is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En Jezus zei tot hem: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer dorsten. Ons nieuwe leven in Jezus de gezalde geeft aan ons een nieuwe natuur, waardoor wij in gehoorzaamheid aan de eeuwige wet van God kunnen beantwoorden. De boom der kennis van goed en kwaad kan met recht een boom van zonden en dood genoemd worden. Deze staat als teken van de gevolgen van ongehoorzaamheid. God heeft duidelijk aan Adam gezegd dat het eten van deze boom de dood tot het gevolg heeft gehad. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 5 staat: Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonden is wetteloosheid. Romeinen 6 vers 23 leert ons het volgende. Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Kennis van goed en kwaad was nodig om de goede en slechte kanten van de wet te leren kennen. In Deuteronomie 1 vers 39 lezen wij: En uw kleine kinderen, waarvan gij gezegd hebt, ten roof zullen zij zijn, en uw zonen, die op dit ogenblik nog geen kennis hebben van het goed en kwaad, die zullen daar komen. Ja, aan hen zal ik geven, en zij zullen het in bezit nemen. Zegen volgt op gehoorzaamheid, en de vloek op ongehoorzaamheid, en de vloek volgt op ongehoorzaamheid. Zegen volgt op gehoorzaamheid en de vloek op ongehoorzaamheid. Deuteronomium 11 vers 26. Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. Zegen wanneer gij luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u heden opleg. Maar de vloek die gij naar de geboden van de Heer uw God niet luistert. Dat is wat vandaag de dag schering en inslag is onder het Nederlandse volk. Wij luisteren niet naar de Heere
En wij zoeken niet de zegen van God, maar wij zoeken de vloek van de wet. Vandaar dat ons volk goddeloos geworden is, hufterig en niet in staat tot enig goed. We moeten dit beginsel van die wet van God uitdragen, zoals in Deuteronomium 30 vers 15 staat. Zie, ik hou u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade. Mensen kunnen kiezen voor het goede, voor de eeuwigheid of voor de eeuwige dood. Ongehoorzaamheid aan de wet van God was omdat men at van de boom des kennis van goed en kwaad. Ik heb het al eerder gezegd, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. Onze Nederlandse regering kan nog zoveel wetten uitvaardigen, maar als ze niet voldoen aan de wetten van God, is dat ook zonde en wetteloosheid. Je mag een wet uitvaardigen dat je abortus kan plegen. Je kan een wet uitvaardigen dat homo's kunnen trouwen en dat je dat zondige gedrag mag uitleven. Maar dat is tegen de wet van God. En daarom volgt volgens die wet van God de eeuwige dood. Men is zo gecharmeerd om van de zonde te leven. God wil niet hebben dat zijn kinderen met de zonde zouden experimenteren. De uitdaging en verbreking van zijn wet betekent zonden en een gewisse dood. God heeft geprobeerd om Adam en Eva te beschermen door aan hen en duidelijk waarschuwingen te geven wat er met hen zou gebeuren als zij van de boom der kennis zouden eten. Adam en Eva hebben slechts het goede gekend. Ze kenden geen zonden en konden eeuwig leven indien zij niet van de boom der kennis zouden eten. Adam heeft de keuze gehad om zelf te kiezen of hij al dan niet God zou gehoorzamen. God heeft zijn wil aan Adam bekendgemaakt, zo ook de beloning voor gehoorzaamheid en de straf voor ongehoorzaamheid. Er zijn geen uitvluchten voor het kwaad en het kiezen om het Gods vijanden te heulen. Hij kon kiezen om God te gehoorzamen en de duivel uit de tuin te houden, door deze te bewaken, zoals de opdracht van God luidde. Bedenk dat Adam niet in een hopeloze positie verkeerde, waar hij geen keuze had en aan de verkeerde verzoeker moest toegeven. Hij heeft immers niet zoals wij een gevallen natuur gehad. De twee bomen in de tuin van Eden bepalen de toekomst van Adam en zijn geestelijke positie voor God. Want de boom van leven en de boom van kennis kan men vergelijken met de genadeboom van leven of de wet van leven in Jezus de gezalfde. De genadeboom heeft Adam met voorwaardelijke onvergankelijkheid voorzien. Dat betekent dat hij voor eeuwig zou hebben kunnen leven indien hij Gods geboden gehoorzaam was gebleven. De wet van geest en leven is in Jezus de gezalfde. Wij leven in en volgens de wet van de geest van leven in Jezus de gezalfde door te eten van de genadeboom of de boom des levens. Romeinen 8 vers 2 leert ons, want de wet van de geest des leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonden en des doods. Nogmaals, Adam kon eeuwig geleefd hebben en zou nooit gestorven zijn. Door te eten van de genadeboom zal betekenen dat hij Gods volmaakte wet onderhouden had. De Heer Jezus leert dat ook zijn discipelen en dus ook aan u en mij. In Matteüs 19 vers 7, hij zei hem, wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is het goede, maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Wanneer Jezus opstandingskracht in ons is door middel van zijn persoon, worden wij levend gemaakt voor de wet. Romeinen 8 vers 4 en dan vers 10 tot 11. En Jezus zei tot hem, zie toe dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priesters en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tot hem, die hem volgde, voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden.
Ik zeg u dat velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. In 1 Johannes 2, vers 3 en 4 lezen wij: en hieraan onderkennen wij dat wij hem, Jezus, kennen, indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Heel veel mensen noemen zich christelijk, maar leven niet in de waarheid. Let op, dit vers zegt niet dat als wij zijn geboden bewaren, wij hem dan zullen kennen. Dit als gevolg van het houden van de wet. Pas op. Het is niet zo dat door de wet te onderhouden wij eeuwig leven ontvangen, maar wij onderhouden zijn geboden. Waarom? Omdat wij hem kennen. We moeten hem eerst leren kennen, willen wij zijn geboden kunnen onderhouden. Er is een groot verschil. Niemand kan rechtvaardig worden door de wet te onderhouden, want niemand behalve Jezus kon dit ooit voor elkaar krijgen. Het onderhouden van zijn geboden is een uitvloeisel of vrucht van onze geestelijke wedergeboorte en verhouding met hem. In die volgorde. Romeinen 3 vers 10 zegt, gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Johannes 5 vers 24, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, let op, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Met andere woorden, wanneer de zondaar het woord van God hoort, dan kan hij uit de dood in het eeuwig leven overgaan. Hoort u wat ik zeg? Wanneer een zondaar de meester leert kennen, begint hij te eten van de genadeboom en de wet van de geest van leven in Jezus de gezalde zal de zondaar levend maken voor de wet en hem in staat stellen om de geboden van de levende God te onderhouden. Hij is een nieuwe schepsel geworden met een innerlijke aandrijving en motivering van de Heilige Geest. De apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, en dit is mijn lievelingstekst: zo is dan wie in die gezalfde is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. We lezen dat nog eens een keer heel aandachtig door. Zo is dan wie in Christus, dat betekent die gezalfde koning van Israël, is een nieuwe schepping. In onze taal hebben we allerlei tekentjes die we ook in de gaten moeten houden als we iets lezen. Daarom is lezen ook niet zo eenvoudig en voorlezen is ook niet eenvoudig. Want we moeten rekening houden met de leestekens. Want daar staat, zo wie dan in Christus is, is een nieuwe schepping. Punt, komma. Om even na te denken. Als we in Christus zijn, zijn we een nieuwe schepping. En dan zegt hij, het oude is voorbij gegaan. Komma, het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Punt. Het is ontzettend belangrijk. Deze zin wordt dus onderbroken door komma's en punten. Daarvoor weet ik dat ik in Christus een nieuwe schepping ben en dat het oude voorbij gegaan is en dat het nieuwe is gekomen. In Filippenzen 2 vers 13 staat, want God is het die om zijn welbehagen, zoals het willen, als het werken in u werkt. Als God dat bij mij niet had gedaan, was ik nou nooit evangelist geweest en dan had ik nooit deze boodschap ingesproken. Want God is het die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken, in u werkt. Maar wij moeten een keuze maken. Ik moet elke dag een keuze maken of ik wel of niet voor God wil werken en van hem wil getuigen. Dat is een keuze die ik elke dag moet maken. Niet altijd een makkelijke keuze. Want het vlees van de mens is nog steeds zwak. Maar omdat ik weet dat ik een nieuwe schepping ben in de geestelijke zin, want mijn lichamelijke toestand wordt elke dag slechter en slechter, weet ik dat ik op een dag deze belofte van God in vervulling zou zien gaan.
Het leven dat uit Jezus vloeit wordt een rivier van levend water en is tevens de kracht van de Heilige Geest. In Johannes 7, vers 37 lezen wij: En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 15, vers 26. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de geest de waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. De genadeboom symboliseert leven in Jezus. Het is van levensbelang dat wij begrijpen dat Jezus de gezalde en zijn volmaakte wet -woord in de boom van leven zinnebeeldig wordt verbeeld. In Johannes 6, vers 47 zegt hij: voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Zo simpel. Als je in hem gelooft, heeft u eeuwig leven. Waarom zult u niet in hem geloven en eeuwig leven ontvangen? Waarom zult u blijven leven in de zonde? Waarvoor zult u ondergaan aan ziekte en ellende en alles wat er om u heen gebeurt? Kies toch voor het leven wat in Jezus is. In Johannes 11, vers 26 zegt hij: En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Ja, ik geloof dit. In 1 Johannes 5, vers 11 en 12: En dit is getuigenis, dubbele punt: God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in Mohammed. Oh nee, dat staat er niet. In zijn zoon. Dan ontdek je gelijk dat andere, die Mohammed, een leugenaar is. Want die zegt namelijk: ik heb geen zoon. Wie de zoon heeft, heeft eeuwig leven. Punt, komma. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Als u, kijker, luisteraars, dat leven niet heeft, behoort u hem niet toe en dan gaat u voor eeuwig verloren. Dit is wat het woord zegt. Maar Johannes gaat verder. Hij heeft goed nieuws. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwig leven. De vrucht van die boom is gehoorzaamheid aan de wet, die het weer mogelijk maakt door de wet van de geest en leven van Jezus. Er was op de herstelde aarde en in het paradijs geen zonden aanwezig. Daarom kon Adam in een zondeloze natuurlijke omgeving leven, indien hij zou voortgaan om in de gehoorzaamheid aan de wet te leven. De boom van leven en Jezus, de gezalde, zijn onafscheidelijk van elkaar. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Door hem kunnen wij de geboden van God onderhouden als weg voor ons leven. Daar staat in Johannes 14, vers 6. Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus al die andere godsdiensten die Jezus niet kennen en hebben, leiden allemaal naar de hel. Ik weet het, dit is een hele boute uitspraak, maar ik kan niet anders, want het woord van God is te belangrijk om er nonchalant mee om te gaan. Tot zover het eerste gedeelte van deze prachtige mooie studie over de val van Adam en Eva in de tuin van Eden. In de volgende opname ga ik dus verder en dan ga ik spreken over de wet van zonden en de dood, over die boom van kennis van goed en kwaad. Ik hoop dat dit gedeelte u zal aansporen om studie te gaan doen in de Bijbel. Van alles wat ik u tot nog toe verteld heb. En als behulp daarbij, we hebben een prachtige mooie website, Zebulon Issachar. En onze andere website van de Nederlandse Israëlpartij, waarin al deze mooie dingen voor u zijn opgeschreven om studie te doen. Er is in Nederland niet één kerk of groep die deze prachtige boodschap brengt. De meeste zijn onvolledig, zelfs misleidend. En ik hoop en bid dat die God van Abraham, Isaac en Jacob
de God die ons heeft geschapen, ons volk tot erkentenis van de waarheid zou brengen, omdat ook u zou kunnen kiezen om te eten van de boom des levens, Jezus van Nazareth. Amen.